Oké, de papieren bloemen die straks bij de bloemen uit de tuin komen. Je kan van alles bedenken wat je zelf wil. En ik heb hier wat satéstokjes. Als je die niet hebt, kan je ook van Capri-Sunde rietjes gebruiken. Weet je wel, die oranje heb je ook stokjes. Vloeipapier, veren, misschien heb je wel veren uit de tuin. En tijdschriften. Ik heb de party er even bij gepakt. Ik scheur je er gewoon uit. Gewoon zoals we vroeger deden. Gewoon. Hoppatee. Een bloemetje. En dan hebben we een stokje. Die doen we er even in. Even in prikken. En dan hebben we natuurlijk ook plakband. Oeh, nodig. Wat een rotgeluid. Doe je eromheen. Dan doen we er nog één om hem lekker vol te maken. Laten we deze doen. Gewoon een rebus. Dan doen we het zo. Even kijken hoor, zo. Dan doe je je hand eronder en dan maak je een holletje. Doe al het papier in, want we gebruiken natuurlijk alleen maar dingen die we thuis hebben, die we niet meer in de winkel hoeven te halen. Ja, tijdschrift heb je misschien altijd, of een krant. Doen we die er ook bij. Nou, daar zal ik straks wat aan doen, want dat vind ik echt heel raar. Er zit een kikker. Kunnen we er nog wat vloeipapier om doen. Dat heeft ook niet iedereen in de kast. Dan hebben we er nog wat bloemetjes bij. Hier een beetje plakband. Oeh. Hoppatee. Hoi. Nou, dat kan ook gebeuren. Gaat van het stokje af. We doen er even opnieuw in. Hop. Nou, dat wordt toch leuk. Nou, hier zit het misschien niet helemaal. Straks wel als alles in het boeketje zit. Wat we natuurlijk stiekem bij iemand voor de deur gaan leggen. Even kijken. Dan hebben we ook nog veren. Ik weet niet of jullie een tuin hebben waar af en toe een veren komt. Of je hebt in de knutselkast nog veren. En anders dan kan je veertjes ook van papier knippen misschien. En dan doen we er een paar veren nog bij. Oranje. Ik denk dat straks iemand heel erg blij wordt als we die bij een oudere voor de deur leggen. Aanbellen en snel wegrennen met de takjes en de bloemetjes die we hebben kunnen vinden in de tuin. Kunnen we er ook nog eventjes wat...
veertjes, verenbloemetjes bij doen. En dan mag jij zo meteen een antwoord geven. Dit was het fragment. Zodat het pakketje gewoon het bosje helemaal compleet wordt. Maakt niet uit welke kleur. Hier de radio staat een beetje te hard. Ik vind het heerlijk naar radio luisteren. Kijk. Gewoon een paar veertjes aan het stukje. Hop. Ik zeg wel erg vaak hop. Maar ja. Zo. Oh, ik weet nog niet of jullie het gezien hebben. Dat knooien met die camera. Kijk, dat is leuk voor straks erbij. Gemaakt. Heb je iets gemaakt? Wat heel erg gaaf is. Mooie bloemen. Voor andere mensen, voor ideeën. Laat het me weten. En maak er een foto van. En plaats het hieronder. Doei! Vandaag is onze activiteit, onze opdracht, buiten, in de tuin. Want je hoeft natuurlijk niet de hele tijd thuis te gaan zitten. Het is ook fijn om even lekker een frisse neus buiten te halen en vooral met dit mooie weer. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een boeket maken met zelfgeplukte takjes en bloemetjes uit de tuin. Heb je geen tuin? Ga dan even de natuur in. Zorg dat je niet te ver, te dicht bij mensen komt. Houd 2 meter afstand, maar dan kan je best heel even de natuur in om daar bloemetjes en takjes te vinden. En we hebben al de papieren bloemetjes die we bij het boeket gaan doen, die hebben we al gemaakt. Wat gaan wij straks met het boeketje doen? Er zijn zoveel mensen die nu helemaal alleen thuis zitten. Dus wat gaan we daarmee doen? We gaan de boeketjes op de stoep leggen. We bellen aan bij iemand waarvan we weten dat hij niet zoveel mensen op bezoek krijgt en rennen weg. Zodat diegene dus de deur openmaakt en helemaal verrast is met een mooi boeket. Laten we dat gaan doen. Oké, stap 1. We gaan eens kijken wat je nodig hebt. Wat heb je nodig? Een schaar of een tang? Elastiekjes om straks alles bij elkaar te brengen. En natuurlijk de papieren bloemen. Die hebben we al gemaakt van oude tijdschriften, veertjes en papier wat je thuis kan vinden. Of toiletpapier. Oké, eens kijken in de tuin. Wat kunnen we gebruiken? Ik weet niet of ik alles mag knippen. Dus je moet het wel heel even aan je moeder vragen wat je mag knippen. Eens even kijken. Een takje. Mag dat, moeder? Nu lijkt het een beetje dood, maar straks is het een heel mooi boeketje. Oké, wat mogen we nog meer knippen? Zo heel erg veel bloemen zijn er. Mag deze? En knip er als er maar 3 narcisjes staan of 3 roosjes, knip er dan maar 1 af, anders dan zijn ze allemaal weg. Er wordt niemand blij van. Nog een takje. Ik kan best al heel veel vinden hoor. Nou, kijk eens wat we allemaal hebben verzameld. 1 narcisje, nog 2 bloemen, lavendel en dan gaan we nu de laatste... Dat is rozemarijn, hè? Oh, rozemarijn. Ja, excuses. Die bloeit. Ja. Dat is heel mooi, hè? Heer. We gaan nog zetten, even de blauwe druif doen. Altijd mooi.
blauw druifje. Twee blauwe druifjes. En nu gaan we eens kijken of we het mooi kunnen combineren met onze veertjes en papieren bloemen. Ja. Kijk, nu hebben we het gecombineerd. De mooie takjes met onze papieren bloemen. Doen we de elastiek erom om het stevig bosje van te maken. Oeps. En we hebben natuurlijk ook nog slingertjes gemaakt. Die kunnen er eventueel ook nog omheen als je dat wil. Dat zie je in de vorige filmpjes, heb ik slingertjes gemaakt. En jij misschien ook wel. En die kunnen er misschien ook mooi bij. Kijk, hier het slingertje. Batterij is bijna leeg. Oh, dan maak je het wel mee af. En dan doen we er als laatste finish je tas. Het stokje bij met de veren. En dan gaan we dus zo meteen iemand blij maken. We gaan eens even kijken in de natuur wat je daar allemaal kan vinden. Veldje verderop gaat, hè? Madeliefjes, narcisjes, staan er twee, neem er maar één. En hier allemaal paarse bloemetjes, takjes, van alles en nog wat. Dus heb je geen tuin of kan je niks vinden, trek heel even naar buiten en dan vind je genoeg. We hebben het bosje dus gemaakt. Mooie takjes uit de tuin of in de natuur. We hebben de bloemetjes al gemaakt van papier. We hebben er een bosje van gemaakt. En nu gaan we dus iemand verrassen. Want als iedereen iemand gelukkig maakt, zijn we allemaal gelukkig. Dus, oké, kom op. Het is een soort belletje lellen. Alleen dan laten we iets achter. En laten we niet alleen iemand de deur open doen en is er niet.